Killer clowns duiken steeds vaker op in Nederland. Mensen verkleed als clown met een bebloed slagersmes maken de mensen angstig in Nederland. Maar zijn de Schiedammers hier ook bang voor? Bent u er al een tegengekomen? Nee. Nee, mijn ex-vrouw. Oh nee, dat is geen killer clown. Nee, ik ben nog geen... Lijkt er wel op. Nee hoor, geintje. Nee, daar geen een tegenkomen. En wat zou u doen als u er wel eentje tegenkomt? Moet ik veel lachen. Hoe ik eraan doen. Ja? Ik vind het alleen vervelend tot ze natuurlijk... Kijk, ik moet geen kleine kinderen bang maken. Voor de rest moeten ze maar doen wat ze willen, weet je. Dan gaan geen kleine kinderen een beetje, weet je... krijgen een trauma ervan of zo. Die zijn dat niet gewend natuurlijk. Die weten er geen raad mee. Dus dan moeten ze optreden en anders ja, moet je gewoon om lachen. Ook als we met een bloedslagersmes achter je aanlopen? Met een echt mes bedoel je? Nou ja, dat, misschien zie je dat niet meteen. Nee, dat zijn dingen die je... Ja, als je het niet ziet, ja, dan moet je weglopen of iets wel. Of je moet zelf wat doen. Als je hem zelf aankomt, moet je het zelf doen. Maar ja, een beetje moeilijk. Het is kinderachtig natuurlijk als je als volwassen dat doet. Maar ik neem het maar met een koortje zout. Ik heb het wel gezien op Facebook en zo. Maar ik heb ze niet tegengekomen. Maar ja, ze zijn wel in de buurt in Delft en zo. Ja, Rotterdam ook al. Ben je er bang voor? Ja, ik denk het wel. Als ik ze zou zien, denk ik wel dat ik bang zou zijn. Ik weet niet wat ze doen, precies, of zo, maar... Als het goed is, ja, iedereen natuurlijk verschillend, maar ze vinden het dus leuk om verkleed te komen als killer clown. En de meesten hebben of een knuppel bij zich of een bebloed plastic mes. Wat zou je doen als er zo eentje achter je aankomt? Ik zou gewoon wegrennen, wat kan ik anders gaan doen, ja. De politie bellen? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Als ik er echt last van zou hebben, denk ik dat ik het dan wel zou doen. Als ik echt kan wegrennen, dan zou ik gewoon wegrennen en niks meer doen. Wat vind je van de normale clowns? Dus de clowns die leuk moeten zijn? Ja, die zijn dan wel weer leuk natuurlijk voor de kinderen en zo. Dus dat verpest het eigenlijk voor de kinderen. Zou je daar nu ook bang voor zijn? Nee, daar niet voor. Heb je al gehoord dat er wat killer clowns actief zijn in Nederland? Ja. Wat vind je daarvan? Niet echt leuk. Ben je er bang voor? Nee. Dat niet. Je weet wel dat ze nep zijn. Ja. Dat is heel goed. En wat zou je doen als je er eentje tegenkomt? Wegrennen. Of of de politie bellen en mama even inschakelen. Dat ook. Heel goed. Hey, en vind je de leuke clowns nog wel leuk? Nee. Ook niet meer? Hoezo niet? Ik heb nooit van clowns gehouden eigenlijk. Nee? Vond je ze altijd al een beetje eng? Dat niet. Het is mogelijk om pranks te maken, maar als het maar gewoon een beetje normaal blijft, zeg maar. Dat het geen gewonden raken. Dat vind ik dus. Vind je te ver gaan? Sommigen gaan te ver, vind ik. Ja? Ja. En hoe dan? Ik had laatst nog gelezen dat iemand werd aangevallen of zo. En dat ging terugvechten. Dat is 14-jarige jongen volgens mij. Ik heb ook nog video gezien dat de auto helemaal werd gesloopt en zo. Ja. En wat zou je er zelf van vinden als je er eentje tegen zou komen? Als hij mij zou aanvallen, zou ik natuurlijk terugvechten, dus... Zou je bang zijn? Als hij met gevaarlijke wapens of zo komt, dan zal het wel een probleempje zijn, ja. Zijn jullie een beetje bang? Nee hoor. Nee, jullie? Ja, yeah. Zeker niet. Zeker niet? Nee, vol overtuiging. Maar wat zou je dan doen als je er eentje tegen zou komen? Ik zou hem gaan aanvallen en terug gaan slaan. Ja? Ook als je toch wel een beetje bang bent, als ze met een groot mes achter je aankomen? Ook. En jij? Rennen. Heel hard rennen. Rennen. Ja. Maar jullie zijn er gelukkig nog geen één tegengekomen. Nee. Vinden jullie nou de leuke kinderclowns nog wel leuk? Soms niet en soms wel. Soms zijn ze gewoon normaal en soms niet. Zijn jullie er, jij zegt, daar ben je ook bang voor? Ja. Hoezo? Ik ben gewoon bang voor alle clowns. Bent u er al één tegengekomen? Nee. Bent u er een beetje bang voor? Nee. Dat niet? Nee. En waarom niet? Nou, ik woon ook eigenlijk niet in Nederland. Waar woont u dan? In Spanje. En daar zijn ze nog niet actief? Nou, nooit van gehoord, nee. Nou, dat scheelt dan weer. Maar wat zou u doen als u er in Nederland eentje tegen zou komen? Niets. Nee. Gewoon blijven staan? Denk het, ja. Ook als ze met een groot slagersmes achter u aankomen? Ja, ik denk dat ik ook gewoon zou blijven staan, ja. Stoere man. Nou, ik weet niet, maar... Mijn broer was een kinderclown, dus hij kwam naar mijn kamer toe. Oh, dat was een grapjas. Ja, hij gaat altijd met grappen een paar. Ja, gaat hij jou een beetje pesten af en toe. Maar dan moet je hem een keertje terugpakken hoor. Hey, maar wat zouden jullie doen als jullie er eentje zouden tegenkomen?
Ja, ik zal hem slaan. Ja, slaan? Ja. Ook als hij met een gevaarlijk wapen loopt, wat waarschijnlijk wel nep is natuurlijk. Ja, ik zal hem slaan en dan wegrennen. Ah, stoere jongen. En jij? Wat ik ga doen, ik ga zo soort van overgeven en dan ga ik hem terugpakken. Dan ga ik hem opzoeken en terugpakken. Okay, nou wat zouden jullie tegen de killer clown willen zeggen? Ik haat je. Ja, ik vind het gewoon grappig werk wat jullie doen. Dat is gewoon super grappig. Ja, bent u er al eentje tegengekomen? Nee, nog niet. Nee. Ja, wel jammer, want ik rijd hem overhoop namelijk, als je dat wil weten. Ja, zo heftig? Ja, dat zit toch niet goed. Die zit toch niet aan, maar goed. Nee. Ja, aan de ene kant vind ik het wel grappig, maar niet zoals jullie het doen. Dus. Nee. Maar over ver rijden, ja. De politie wil eigenlijk dat u dan de politie zou bellen. Ja, we hebben geen type woord. Okay. Meteen hup in de aanval. Nou, ik vind het een beetje maf. Dus ik zeg gelijk eroverheen. Ja.